Yo, voordat deze video begint wil ik het heel eventjes met jullie hebben over mijn vorige episode. Want aan het einde van mijn vorige episode ging ik achter een bounty aan. Die zou ik in deze video zou ik die proberen te killen. En ik ben achter die kerel aangegaan, want ik zag hem op de minimap waar hij was. Ik had een helikopter gepakt en ik vloog dat stipje achterna. En ik zag totaal geen auto. Er was geen helikopter of vliegtuig in de lucht. Dus ik dacht van hij zit in van die metrogangen onder de grond, weet je wel. En uiteindelijk was ik hem zo lang achterna gegaan dat het gewoon niet meer mogelijk was. Er was gewoon geen plek onder de grond waar hij kon zitten. En toen kwam ik ineens achter dat hij ineens random op een flatgebouw stond. En toen wou ik hem snipen en toen kwam ik erachter dat de kerel niet dood kon. Je kon op hem niet schieten. En dat wou ik jullie eventjes vertellen en laten zien. Waarschijnlijk kun je het nou ook zien. Want ja, heel veel mensen die wouden dus echt graag zien dat ik achter die kerel aanging. Want ik had het gezegd. En ik heb het gedaan, alleen hij was gewoon onsterfelijk. Hij was een hacker. En is de eerste hacker die ik heb gezien in GTA 5. Of in ieder geval in de multiplayer sowieso dan. En ik weet niet of jullie eigenlijk al ooit hackers hebben gezien. Dit was dus mijn eerste. Laat het maar in de comments achter wat jullie allemaal hebben meegemaakt. In ieder geval, ik vind het persoonlijk jammer dat het kan. Maar in ieder geval, ik wou het jullie even laten zien. In ieder geval, enjoy episode 12. En ja, vergeet niet te liken en al die andere onzin. Social media, al die crap. En enjoy de video. Houdoe aan. Hey jongens, ik ben weer Dennis, ik ben Denske en vandaag heb ik episode 12 van GTA 5 Online Adventures. En ik was eigenlijk al een tijdje aan het recorden, maar het was zo boring, er gebeurde helemaal niks. Dat ik dacht van weet je wat, ik skip dat begin wel gewoon. En we beginnen dus nou, en ik heb even een helikopter gepakt, er was één bounty, die is al een stukje verderop zeg maar. Of al een stukje, hij is gewoon een stukje verderop. Dus we gaan even proberen te killen. En dat is eigenlijk het enige wat er in heel deze 20 minuten gebeurd is. Dus ik dacht van ja, dat heeft geen zin om dat nou... ja, te gebruiken als video. Want het is gewoon fucking boring. Dus ik heb dat gewoon eventjes geskipt. Tja, wat moet je gaan doen? Ik heb geen flauw idee. Mensen hadden gezegd van ga weer een keertje terug naar die basis. Dan kunnen we zo meteen nog wel eventjes proberen. Maar ik ga eerst even die bounty killen. Als het goed is ben ik er toch een beetje in dezelfde richting. Dus dan kunnen we dat gelijk doen. Hopelijk gaat die gozer daar niet ook naar mijn bounty toe. Want het is mijn bounty. En hij blijft van mij. Dus afblijven. Waar is hij? Kijk, kunnen we hem zien? We zien hem nog steeds niet. Ik probeer meestal die map te vergroten. En als je dan in die cirkel, of in de cirkel, dat is eigenlijk een vierkant. Maar binnen die map komt, dan is hij niet ver weg. Hè? Maar nu is hij erbij. Dan moet je eigenlijk al gaan landen, want je vliegt best wel hard. Nee. Hij is volgens mij een soort van AFK, zeg maar. Dat je hem niet kan killen. Passive mode heet dat volgens mij. Oh, nee, hij zit binnen. Hij zit in de paint spray. Dat had een leuke verrassing zijn voor hem als je naar buiten komt. Ik had het net ook. Ik was even wapens... was goud aan het maken. Ik was eventjes soort dingen kopen en zo. Ik kom naar buiten en gelijk zat er een klootzakker. Robje zat voor mijn neus. Die schoot me gelijk af. Ik zie niet eens... oh wacht, daar is hij graag. Ik zat even te twijfelen. Waar is die deur? Oh shit. Daar vliegt de ding in. Ik had naar buiten komen. Maar wat ik aan het vertellen was... ik kwam dus naar buiten en die Rob stond er bij die deur en die schoot me gelijk dood. Dus ik dacht, fuck it hè. Ik wil revenge. En ik had mijn revenge eigenlijk al direct. Hé, hey, lol. Lol. Eens spawnt hij gewoon 50 meter verderop. Maar in ieder geval, ik kreeg eigenlijk gelijk mijn revenge. Hij was fucking slecht, ik schoot hem gelijk dood. Oh, hij wil me afschudden. Ik hoop niet dat hij dat ook uitzal. Dat is op zich best wel vet, zo'n dik achtervolging. Alleen ik ben zo slecht met vliegen. En dan wordt er ook niet beter op. Oh, nevermind. Ik heb hem al. Nou, leuk man. Krijg ik er geen boete voor ofzo, dat ik zo'n auto mol? Dat is wel gunstig. Want als je dus... als de mensen bounties achter zich aan hebben... of op zich hebben, het is maar net hoe het ziet. Dan maakt het dus niet uit of je een personal vehicle destroyed. En dat is wel fijn, want dan krijg je altijd allemaal gezeik mee en daar heb ik helemaal geen zin in. En misschien is hier nog iets leuks. Niks. Spant er niet nou ineens iets recht van mijn neus? Nee. Het kon zijn dat hier een Titan zou spannen, want die spawnen hier volgens mij ergens altijd wel. Oh, nou is het gewoon een helikopter, daar is niks interessants aan. Ik heb politie achter me aan, dus mag ik maar één ster, dus dat boeit me niet. Oh wacht, nee, ik dacht even kijken, misschien stuntvliegtuigjes, maar ik zie ook niks geks. Er is niks leuks, jezus. What the fuck is dit? Ik wil iets leuks. Ik wil stuntvliegtuigjes, ik wil, weet ik veel, fucking Londen. Maar nee, er is helemaal niks. Huh. Er komt toch gewoon helemaal niks. Oh wacht, er staat er gewoon één. Lal. Oké, dit ding heb ik niet nodig. Ik ben toch niet van plan om nog iemand op te blazen. En als ik die lege baas inga, dan is dat misschien nog veel vetter om hem in stijl te doen. Met een stuntvliegtuigje. Dus ik pak even een stuntvliegtuigje. Gelijk zet ik even een timer op mijn telefoon, zodat ik weet hoe lang ik ongeveer bezig ben. Want anders ben ik daar ook weer uren bezig en daar heb ik helemaal geen zin in. Enfin, ik heb er al zin in, maar geen zin om dat vervolgens te uploaden heel de nacht lang. En dan uiteindelijk te cancelen omdat het nog te lang duurt. Want dat is het probleem. Soms dan heb ik video's die ben ik aan het uploaden. Dat was met mijn laatste GTA video. Die duurde best lang tot die online kwam. Dat heb ik echt al, laten we zeggen, 2 weken geleden had gemaakt.
En het probleem was dus gewoon het uploaden. Dat ik hem gewoon 's nachts aanzette en uploaden. En dat ik dan bijvoorbeeld die middag thuis kwam of zo. En dat hij dan nog niet klaar was met uploaden. En ja, dat het dan nog 500 minuten duurt. Dus dat duurde echt fucked up lang. En ik heb geen zin om dan nog eens de hele dag zonder internet te zitten. Dan denk ik, ja, het moet iets, hè. Prioriteit stellen. In ieder geval, wacht, we gaan... shit, dit ding kan niet schieten. Waarom kan dit ding niet schieten? Dus moet eigenlijk zo'n vliegtuigje hebben. Met van die miniguns erop, zeg maar. Net als van die Tweede Wereldoorlog vliegtuigjes. Dat is fucking bruut. Misschien maak ik daar nog een video over. Van wat er allemaal zou kunnen komen bij een toekomstige GTA DLC. Want ik heb echt zin in een nieuwe shit. En ook net zoals die sneeuw DLC. Daar had ik volgens mij laatst ook al over. Dat is gewoon vet. Dat is gewoon vet. Ik snap niet waarom ze dat alleen met de kerst deden. Waarom doe je dat niet met de hele winterperiode? En één dag met kerst. Al zou je het gewoon een 2 weken doen of zo. 2 weken voor kerst. Of was het kerst? Ja, het was met kerst, ja. Dus dat is twijfels kerst en oud en nieuw. Maar met kerst, ja. Het was maar 1 dag en dat was met kerst. En alleen de tweede kerstdag. En toen was het al weg. Dat is gewoon stupid. Werk daar gewoon naartoe. Dat vindt iedereen dat leuk. En dit is mijn appartement. Jammer dat je er niet naar binnen kan kijken. Dat zou best wel vet zijn. Ik moet eigenlijk ook een keertje van die GTA races doen. Alleen met GTA races... races... is dat een beetje moeilijk. Want heel veel mensen vinden het dan te veel op een race game lijken. In plaats van op een free room shooter. En dan vinden ze meestal helemaal niks meer. En dat is wel jammer. Maar ja, misschien dat we dat de volgende keer gewoon eventjes kunnen doen. En GTA races zijn op zich wel leuk. Alleen niet echt met randoms. Want die randoms die... die gaan altijd liggen kutten. En dat trouwens ook over randoms, hè. Best wel belangrijk. Waarschijnlijk dat het ook al in de titel staat. Want dat is best wel belangrijk voor jullie. Heel veel mensen die wouden al mijn crew joinen. Mijn GTA crew. En die crew heet Denniske. En dan crew C-R-E-W. En ja, die kon je niet joinen. Want er zaten 300 members in. En het limiet was 300. En inmiddels is dat aangepast. Dat is gepatcht. En de limiet is nou 1000. Dus als je echt graag mijn crew wilt joinen. Dan moet je even op de link in de beschrijving klikken. Dat is socialclubs.rockstar.com/crew/Dennis' crew volgens mij, als ik het helemaal goed heb. Maar in ieder geval, er staat gewoon een linkje, klik erop. Dan kom je op een pagina van mijn crew terecht. En dan kun je gewoon join doen. En dan zit je dus in de crew. En wat kun je ermee? Nou, als jij dus in mijn crew zit, dan kun jij mijn logo, dan kun je op je auto zetten, op jouw kleding, noem maar op. Dat is allemaal heel leuk en zo. Dat boeit helemaal niemand. Maar je kunt dus ook mij joinen. Je kunt dus altijd gewoon joinen als je wil. Je hoeft dus niet in mijn vriendenlijsten zitten. En dat is op zich wel een leuke bonus. En zoals je ziet, ik heb totaal geen fans, want er zit ook helemaal niemand van mijn crew in deze game. Dus niemand wil mij joinen. En ik zit nou dus boven de lege basis. Dus, maar in ieder geval, het is leuk als je wilt joinen, kun je dat doen. Je moet er wel snel bij zijn, want ik denk dat die 1000 ook best wel snel vol kan gaan zitten. En waar de fuck is alles? Er is helemaal niks! Ik vlieg hier toch op. Dit is toch een lege basis, of ben ik nou helemaal wauws? Oh shit, dat was close. Waar zijn de jet? Oh, daar is jet. Ik heb gewoon nog geen... Nog steeds... Oh, laat maar. Oh shit. Facepalm, echt. Facepalm! Ik zag helemaal niks. Ik dacht, ah, dan ga ik maar landen. Kijk, net op dat met politieachtman gingen ze lokken en dan stond ik neer op een jet. Dus. Ik ben al 400 kwijt. Nou, fuck die 400. Het ergste vind ik dat ik nou hier spawn. Nou, ik heb een poging gedaan om op de lege basis te komen. Een heel falende poging. Kan ik hier omhoog? Het ziet er echt uit alsof ik hier kan klimmen. Dat kan ook. Die volgende ook? Nee, dat kan niet. Waarschijnlijk als jullie... hoe heet dat ook alweer? Oh, heet dat? Assassin's Creed heb ik gespeeld. Dan ziet het er echt uit als van die dingen waar je op kan klimmen. Net als ook bij Uncharted. En van die obvious randen waar je op kan klimmen. Nou, hier is het niet zo obvious, want het is er niet echt voor gemaakt volgens mij. Ja, het kan wel, maar... Je moet 2 keer half tegen de muur opspringen. Je zit half in de muur. Allemaal legit. Oh, nee, niet vallen. Niet vallen. Jezus. Dat moet ik weer allemaal. Lopen, nee. Ik heb geen zin om te lopen. Trouwens, ik heb mijn gouden wapens weer terug, zoals je ziet. Fucking badass. Dit is een mooie... avatar. Of avatar. Thumbnail. Ziet er vet uit, de kleuren. Maar in ieder geval, we proberen deze lege basis nog eens in te komen. Ik weet niet wat we er gaan jatten. Ik heb geen flauw idee. Op zich, ik vraag me wel af of dat je überhaupt tanks kan jatten. Want heb ik eigenlijk bij het begin, toen het spel net uit was, heb ik er al aan zitten denken. En toen was het nooit echt gelukt. Ik weet niet of dat iemand überhaupt ooit gelukt is. En of het überhaupt mogelijk is om dit op te blazen. Volgens mij zijn deze hekken niet mogelijk om op te blazen, dus dat is wel kut. Dus dat gaan we maar niet proberen. Want als ik het opblaas, krijg ik wel gelijk een politieachtman. En dan, ja, allemaal ellende. Kan ik eigenlijk een taxi bellen?
En trouwens, die zal hier sowieso niet komen, want het is fucking moeras. Ja, dat is een mooi stuk. Er is uit die trailer daar. Dan vlieg je daar zo overheen met je vliegtuigje. Cool. Ik kan me niet herinneren dat ik er ooit ben geweest. Ik had al verwacht dat er eigenlijk een soort van missie zou zijn of zo. Een of ander drugs iets. Maar ik kan me niet meer herinneren dat daar echt een missie geweest is. Misschien omdat er al even geleden is dat ik het spel heb uitgespeeld. Maar dan toch. Zijn we er eigenlijk bijna? God, we moeten daar nog helemaal... Hey, leuke vrachtwagen. Keivet. Keivet. Je hebt er alleen helemaal niks aan. Ik weet echt niet welke we gaan jatten. Ik heb totaal geen ideeën meer van GTA. Alleen die bounty zal het wel lachen. Maar het is leuker als alle mensen iets doen. Kijk maar in die killfeed. Linksonder is voor mij altijd die killfeed. Niemand doet iets. Niemand doet iets. Wat doen al die mensen? Zitten ze te zwemmen of zo? Misschien kunnen we dat dan gaan doen. We gaan haaien zoeken. Haaienjacht. Hé, er heeft nog iemand een bounty of niet? Heb ik al die tijd gemist. Iemand heeft een bounty. Dat hoop ik. Juist, die nou pas. Oh, dat is die Rob. Die klootzak die mij in eerste instantie killde. Ik heb mijn revenge eigenlijk al lang gekregen. Maar het maakt niet uit. Oh, shit. Weet je, ik ga proberen die jet te jatten. En dan proberen met die jet die bounty te killen. Of is hij al weg? Nee, die bounty is nog steeds. Ik ga eerst eventjes een taxi bellen. Kan dat? Ik ben benieuwd of die taxi überhaupt wel hier komt. Wat? Oh, ik kan het zeggen. Ik snap niet waarom die kerels altijd zo'n mislukte tumor op hun hoofd hebben. Zie je dat onder hun oog? Dat is altijd. Dat is gewoon een of andere bug in het spel. En... Is dit grap? Komt die taxi nou... Van de andere kant af? Oké, okay, geef mij maar gewoon eventjes taxi. Allemaal leuk je herkend te hebben. Hopelijk ziet die kerel dat niet. Nee, ik wil niet achterin stappen. Ik wil voorin stappen. Ik wil voorin stappen. Laat mij voorin stappen, maat. Is nou... God, deze besturingen. Nee, voorin. Voor. Ah, Jesus. Nee. Ik moet hem nou echt doodschieten. Nog één poging. Stap aan de andere kant in. Zo niet, dan schiet ik die vent door zijn harses. Want ik word er een beetje... Oké, ik word er een beetje dol van. Heb ik een silence wapen? Ik heb net overal de silence afgehaald. Oké, dit ding is ook maar silence. Yep. Oké, dat was niet de bedoeling. Dat was helemaal niet de bedoeling. Ah, Jezus. Oké, rot op. Ik heb armor gekocht en ik heb geen armor. Ben ik nou gek? Of hebben ze hem al weggeschoten? Gaat dit nou niet open? Ah, you gotta be kidding me. Nou gaat dit niet open. Damn it. Deze kant dan. Oké, dat was te verwachten. Singleplayer gaat er volgens mij gewoon open. Maar ik snap nog steeds hoe die taxi van deze kant af kan. Hopelijk raak ik nou de politie kwijt. Dan ga ik wel via de andere kant springen of over het hek heen of zo. Probeer ik. Waarschijnlijk niet gaat lukken. Maar waarschijnlijk als ik daar probeer in te stappen ben ik dood. Omdat ik helemaal geen health heb. Maar ik had armor gekocht dat ik me kon herinneren. Dus ik snap helemaal niet hoe het kan zijn. Godverdomme. Dat ik nou al zo weinig health heb. Hebben ze zoveel weggeschoten? Damn it. Nou, de muziek is ook niet heel veel. Oh wacht, kunnen we hier omhoog? Niet naar beneden rijden gelijk weer. Oké, we kunnen hier omhoog. Dat is mooi. Dan kan ik als goed zie je daar ook wel eens de snelweg op. Ik ben de politie al kwijt. Best wel kei random eigenlijk. Je kunt makkelijkst de politie of het leger kwijtraken langs de legerbasis. Yep. Seems legit. Oké, als we hier nou gewoon omheen kunnen rijden en niet naar beneden flikkeren, dan zou dat heel erg handig zijn. Want dat is zo irritant als je helemaal beneden flikkert en allemaal ellende. Oh, trouwens, laatste mensen gevraagd van, doe een keer met je maat weer GTA. Ik had beloofd om dat te doen, nog steeds niet gedaan. Ik ga echt proberen om dat binnenkort te doen. Maar het probleem is, je bent dus afhankelijk van meerdere mensen. Ik moet maar tijd hebben, die maat van mij moet ook maar net tijd hebben en zin hebben om dit te gaan doen. En ik kan hem niet verplichten om iets te gaan doen. Dus ik heb het ook niet echt gevraagd, maar snap je? Je moet er allebei maar net tijd voor hebben. Dus ik ga proberen dat binnenkort te doen. Net zoals die proppunt. De eerste proppunt serie was een soort van verstoppertje voor GTA, Call of Duty 4. En dat was op zich best wel geinig om te doen, alleen, nou heb ik mijn webcam verplaatst. En nou kan ik dat dus niet met facecam doen, dan moet ik mijn webcam weer terugzetten en die staan nou eigenlijk perfect. Dus daar wil ik eigenlijk ook weer vanaf blijven, allemaal ellende. En die helikopter vliegt altijd daar, altijd als je hier aankomt vliegt de helikopter daar, dat valt me echt op. Hopelijk krijg ik trouwens daar, of vind ik daar eerst een snellere auto, want ik denk niet dat ik met de taxi over die dingen heen kan springen. Nou, toch proberen. Die politieauto's zijn wel altijd fucking snel. Dus misschien taxis ook.
Nee, volgens mij niet trouwens. Echt, als ik gas geef, komt helemaal niet vooruit. In ieder geval, ik heb hier totaal geen tactiek voor om ergens een specifieke plek om eroverheen te springen. Ik doe altijd gewoon, ik ga random ergens tegenaan rijden. En zoals je ziet, dat werkt nooit. Ik weet niet of het de beste plek is, maar is het hier altijd gelukt. Volgens mij moet je het aan die kant doen. En dan schuin of zo. Oh, kut. Nee! Bijna dood, man. Deze auto gaat er ook niet beter rijden. Als ik even een snellere auto tegenkom. Gewoon even een Bugatti of zo. Die rijden eigenlijk trouwens nooit op de weg, hè? Dat ik me kan herinneren. Heb ik die nog nooit zien rijden. Dus dat zal dan ook wel niet. Ook niet echt een alledaagse wagen die er ons zou zien rijden. Maar ooit één keer zou het wel moeten, zou ik zeggen. Maar ja, het kan niet één keer in GTA. Dat is altijd best wel typisch in GTA. Als jij een auto hebt en je ziet er eentje, dan zie je er altijd 10. Ook als maar 10 seconden later, je ziet er altijd gewoon ineens veel meer. Ineens rijden er overal die auto's rond. En dat is best wel stupid, maar het is gewoon de engine, of de engine van GTA. Ik denk niet dat ze er ooit zullen veranderen. Volgens mij is dat fucking zwaar om heel een nieuwe engine te maken. En nee, dat gaat niet worden. Oké, ik denk niet dat het een dip gaat worden om hiermee eroverheen te kunnen springen. Wat was dat nou? Oh, die heb ik al gedaan. Die race. Ik ga het één keer proberen en dan jat ik even een andere auto. Of een jeep. Volgens mij zijn die jeeps zelfs sneller als deze kuttaxi, want die zijn helemaal kapot. Oké, geef mij maar dit ding. Fucking vet, als je dit echt helemaal zwart maakt, ga ik wel een ronde. Dikke lowrider. Mop. Nee, is geen lowrider, maar zou wel vet. Zou wel vet zijn. Volgens mij kan ik daar dingen kopen, hè? Bij de kraampje. Dan krijg je wel health. Ach, god. Iemand heeft een, wat is het ook weer? Een mugger op mij afgestuurd. Die kon me dan killen, dat is op zich wel grappig. Kill the mugger. Oh ja, een bounty natuurlijk ook. Daar heeft die mugger gedaan. Dan ben ik benieuwd, die andere mensen zien nou ook die bounty op mij als het goed is. Dan komen ze misschien ook achter mij aan. Maar ja, voor 1000, hoor. Oh. Ik ga voor 1000 mij maar eens proberen te killen. Ja, dat gaat niet lukken. Nou, waarschijnlijk wel, man. Als je iets zegt, juist hier. Hey, skills. Skills pay the bills. Oké. Nou, het is best wel epic eigenlijk dat we met een fucking zware jeep de lege basis in kunnen komen. Oh, dat is een helikopter. Dat is eigenlijk weer een helikopter. Ik wil een jet. Ik wil een jet. Oh, shit. Als je iets zegt, een plek waar het vrij stil is. Oké, daar. Die pakken. Deze staat hier mooi. Ik moet hem eigenlijk niet recht voorzetten. Dan moet ik heel snel zijn, want altijd ga ik doodjes in die dingen stappen. Dat is gewoon... Of als je weg wil vliegen, dat duurt gewoon te lang. Het lijkt erop dat het vrij safe is nou. Ik moet alleen wel oppassen dat ik niet tegen dat ding aan vlieg. Want die kans is vrij aanwezig. En waar moet ik heen vliegen? Iemand zei altijd naar de bergen. Maar volgens mij ging het de laatste keer niet echt goed toen ik naar de bergen vloog. Oh, pas op voor die paal. Oh, we hebben weer een jet. Let's go. Iemand in de tank. Oh ja, tuurlijk. We zijn op lege basis. Iemand in de tank. Wat? Ze schoten niet raak hoor. No way. What the fuck? Nee, wacht, dan gaan we weer landen hoor. Ik ga hier niet weg zonder jet. Oh, what the fuck? Hij gaat wel heel snel. Wauw. Hij ging wel heel snel. Holy fuck. Nou, weet je wel, stik maar in. Nee, ik wil nog een keer proberen. Ik wil gewoon nog een keer proberen. Ik wil een fucking jet. Nee, niet weer hier. Damn it. Oei, daar rijdt iemand. Die zal misschien naar mij toe komen. Dan ga ik hem snipen. Waarschijnlijk komt hij naar mij toe omdat hij bounty wil. Misschien kan ik hem snipen als ik hem daar in de vet zie. Ik zie zo snel niet waar hij... Daar is hij weg. Hij zit op die weg. Als hij slim is, gaat hij gewoon weg. Want ik schiet hem toch wel dood. Of je mij nou iets aandoet of niet. We zijn hier in het Wilde West, hè. We moeten zien te overleven. En zo is het, niet anders. Aan de andere kant van de moeras. Ik zie hem niet bewegen en hij is geliefd. Serieus? Waarom lief die maat? Oké, weet je wat? Kan ik hierop? Nee. What the fuck, dit is lekkere water. Nam, 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 nam. Misschien moeten we op haaienjacht. Misschien is dat wel leuk voor... Misschien de volgende episode voor deze. Ik weet niet hoe lang we al bezig zijn. Ik kan al onder zee gaan zoeken. Maar ik denk als we eenmaal onder zee hebben gevonden en alles... Weet je, dan gaan we de volgende keer proberen haaien zoeken. Ik heb nog steeds geen haai gevonden. Volgens mij kan je daar trofee voor. Dat heb ik die nog nooit gehaald. Dus volgens mij heb ik hem nog nooit gevonden. Dus misschien leuk voor de volgende keer. Pakken we onder zee en gaan we lekker zoeken. Maar in ieder geval, zo te horen, zijn we al best wel lang bezig. Dus ik denk dat ik het hierbij laat. We hebben eigenlijk helemaal niks gedaan. We hebben gewoon twee keer gefaald bij die fucking lege basis. We hebben wel één bounty, dat is iets.
Eigenlijk wil ik die andere bounty. Oh, wacht, shit. Ik schiet net dus richting het leger. Oh, let's go, weet je wat? Ik ben benieuwd wat ze daar... What the fuck zijn dat van mensen? Dat zijn echt geen soldaten. Oh, dat zijn die muggers. Mij proberen te killen. Of nee? Die proberen die bounty of zo te fixen of zoiets als dat. In ieder geval, ik laat die bij, denk ik. Ik hoop in ieder geval dat jullie het leuk vonden. Voor zover het leuk was. Want ik heb niet veel gedaan. Laat in de comments achter wat ik kan doen. Wat willen jullie meer zien? Misschien team deathmatches, want die doe ik eigenlijk ook nooit. Maar ik ben totaal niet goed in GTA. Gewoon die besturing heb ik totaal niet onder controle. Dus misschien is dat toch wel geinig om een keertje te doen. Dus laat achter in de comments wat ik kan doen de volgende keer. En abonneer voor meer. En tot de volgende keer. Houdoe.